Hallo mensen, toch weer kijken naar deze tweede aflevering van de Minecraft Hardcore Survival. We doen gewoon weer verder waar we vorige keer geëindigd zijn en vorige keer waren we net hier geëindigd. Gaan we even deze cave een beetje verkennen. Laat ik al beginnen met wat dingen mee te nemen. Dus hier eieren, hier nog eieren. Niet vergeten om ook het kool mee te nemen. We hebben ook nog best veel goud, dus dat neem ik ook mee. Deze cave is nog best, heeft nog best veel resources. En hier nog meer resources. Ik weet niet of ik al naar beneden durf te gaan. Oeh, we hebben zo'n abandoned mineshaft. Kan ik misschien ook even een kijkje nemen daar. Hier al mijn furnace maken. Ik heb helemaal nog geen zwaard, dat moet ik ook even maken. Ik weet niet of het wel nu een goed idee is om al naar die mineshaft te gaan. Ik ga even dit even blokkeren zodat ik er niet in kan vallen. Nu is het tijd voor de rest van de set Iron Armor. En dat betekent dat we nu volledig Iron Armor zijn. Daar aan de overkant ga ik ook weer even wat iron hakken. Oeh, ik kom hier weer een cave tegen. Oh, ja, yes, met deze nieuwe dinges. Oké, dat is goed. Dan kunnen we, als dit hier is, ook gewoon een heks. Dat is niet fijn. Ik haal mijn schild er al bij. Mijn zwaard voor de zekerheid. Kan ik de jump tot haar halen? Ik hoop het. Ja, ik kan het. Zo, dan zijn we hier weer. Ik denk dat dit wel een geslaagd mijnavontuur is. We hebben nu al genoeg eieren voor een tijdje. En dan nu de volgende stap is gewoon deze mijn weer dieper laten gaan tot diamantenniveau. Alleen onze ladders zijn nu op. Dus eerst nieuwe ladders maken. Dit gaat voorlopig nog best langzaam. Later kan ik nog een lift maken. Maar ik moet een plekje hebben voor de furnaces. Ik denk dat dit wel leuk is. Zo dan komt het mooi uit. Dit kan hierin. Alles een beetje verdelen onder alle furnaces. Wat ik nu even ga doen is gewoon wat hout hakken. Want we hebben veel meer hout nodig. Niet vergeten om steeds ook de saplings te verzamelen. Deze saplings kan ik dan weer hier terugplanten. Overal een beetje verspreiden. Ik denk dat ik nu wel iets te veel ladders heb gemaakt. Maar beter te veel als te weinig. En nu moeten we zeker tot diamond niveau geraken. Zo gaan we nog iets sneller. Oeh! We komen zo'n cave tegen. Zelfs zo'n mineshaft. Ik dacht even dat er diamonds waren, maar het is gewoon die dat één ding dat licht geeft. Weer zo'n heel grote cave. Oh, daar is die witch. En we zijn gepotioned. Heel vervelend zelfs. Ik ga me niet killen. Oké. Ik kan de fakkels ook iets meer verspreiden. Oh. Oh, dat is zo'n... weet je, die dingen zo van de cave spiders. Die zijn gevaarlijk, dus... best dat ik hier weg ga. Misschien kunnen we op, in deze cave ook wel wat diamanten vinden. Alleen niet dat we daarvoor niet laag genoeg zitten. We zitten nu op min 9. De meeste diamanten zitten toch dieper. Redstone kan ik misschien wel in meenemen voor wat XP. Dan gaan we weer verder naar beneden. En weer een cave. Zien wat er hier is. Deze cave lijkt niet zo groot. En hier kom je uit op die mineshaft. Oeh! Dit is zo handig. Heel snel verlichten wat voor spawner is het. Het is een zombie spawner. Even coördinaten, screenshots. Oké, leuk om te weten dat hier zo'n spawner is. En name tags, ook goed om te hebben. En hier zijn de ladders. Dan kan ik terug verder met de mijn. We zitten bijna op niveau min 58, daar moeten we zijn. Hier is het dus. Nu nog de ladders plaatsen. En dan hier wordt dus onze strip mine voor diamonds. En dan mijnen tot ik diamanten vind. Oeh, redstone. Geeft wel een beetje licht, dus dat is wel leuk. Dan heb ik ook voor licht zonder dat ik een fakkel hoef te plaatsen. Oeh, lava. Daarvoor moet ik wel oppassen. Dan ben ik dan weer de andere kant moet mijnen. En weer lava. Weer een pickaxe die kapot gaat. Oeh, god, eindelijk vind ik wat. Maar helaas heb ik nog steeds geen diamonds gevonden. Fijn, de pickaxe is bijna kapot. En nu is die kapot en nu moet ik weer een nieuwe maken. 4 moeten we ook nog zijn, denk ik.
Het heeft een heel erg lange tijd geduurd, maar eindelijk timing gevonden. Oh, hier ben ik wel blij mee. Eindelijk heeft ons zoektocht toch een beloning. En er zijn ook nog best veel. 5, 6, dat is dan 7. Oh, 8, de volle 8. Of nee, 9. Oeh, we vinden er wel veel in één keer. En goed, mijn avontuur is dan toch succesvol. Na heel erg lange termijnen. Vooral, het duurt echt heel erg lang om deze blokken te breken. Het voelt weer goed om terug naar buiten te gaan. En al onze aardappels en andere plantjes zijn gegroeid. Even zien, ik heb even een villager nodig. Zo, deze villager is goed. No. Blok plaatsen. Nee, oh, hij is ontsnapt. Oké, andere zonder dat die ontsnappen. Snel plaatsen. Oké. Deze villager kan niet ontsnappen. Dan moet ik hier zo heel de tijd dit doen tot hij een goede trade heeft. 14, 1 naar 17. Dat is veel te duur. Ik heb nog steeds geen koeienfarm, dus dat moet ik ook even maken. Dat ik dan op een avontuur ga. Ik ben hier wel in de buurt koeien, ik hoop van wel. En daar zie ik wat koeien. Die kan ik ook even lokken. Ja, komt u maar koeien. Ja, kom maar. Ik heb er maar 2 nodig. Het gaat wel een beetje langzaam. Maar ja, we komen er wel. Oké, dit hier een goede plek is voor de koeien. Leuk aan mijn shaders is dat je ook een beetje je schaduw kan zien. Dat is wel een leuk effect. En met Optifine kan ik ook inzoomen. Ik vergeet steeds dat ik dat kan. Dan wel een tijdelijke farm voor de koeien. Waar zijn die koeien nu gegaan? Oh, ze zijn helemaal daar. Kom. Nu die andere koe ook nog. Zo, ze volgen me. Ja, mooi. En ze zijn ook gevangen. Oké, nu hebben we ook een koeienfarm. En die andere koeien kan ik wel afslachten, want we hebben toch al een farm voor de koeien. En deze koe is opeens verdwenen en deze ook. Oké, 2 leren uitgekregen. We zien of het sugarcane al een beetje gegroeid is. Oei, de sugarcane groeit helemaal niet. Is het misschien omdat het te ver is van mijn basis? Dus ga ik dat weer even meenemen. Oké, hier kan ik sugarcane planten. Dus ik moet misschien even een infinite watersource maken eerst. En nu is dit infinite. Dan kan ik hier alles vullen. Hier nog. Oei. Dat was niet de bedoeling. Zo. Hier nog water. En dan kan ik hier een sugarcane planten. We hebben hier een kleine sugarcane farm. Nu zou het wel moeten groeien. En de bomen zijn gegroeid, dus die kan ik weer even hakken. De reden waarom ik nu even heel hout verzamel is voor emeralds. Nu kan ik weer die emeralds gaan farmen. Ik hoop ook emeralds kan krijgen. Oké, weer 7 extra emeralds. Okay. Waarschijnlijk krijg ik al wat XP als ik dit uit de furnaces haal. En dat was nog best veel wat. Ik ga even op pad. En dan misschien ook mijn coördinator onthouden. Okay, daarvan heb ik een screenshot nu. Weet je wat, ik ga hier de aflevering afsluiten. Dus in de volgende aflevering ga ik even op pad. En dan hoop ik om wat leuke dingen tegen. Ja, dat is dan voor de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En bye.